Dat is eigenlijk het eerste moment waarop de identiteit van Den Haag in de literatuur werd omschreven. Ik heb een verhaaltje gemaakt en aan de hand van dat stuk van Wiek Peres gaan we kijken wat is nou die Haag geweest. 150 jaar geleden. Zo ik iets ben ik een Hagenaar, zei Wiek Peres in zijn stuk Den Hagenaar terug in Den Haag. En hij schreef dat nu bijna een eeuw geleden. In Den Hagenaar terug in Den Haag omschreef Wiek Peres Den Haag en haar buurten en wijken. Zijn schrijfstijl was zwaar aangezet, vol lyriek, breedsprakig, met lange zinnen en vol bijzinnen. Een klein stukje. Amsterdam ken ik nauwelijks. Rotterdam ken ik in het geheel niet. Polders, kanalen, dijken en andere zeer Hollandse landschapseigenaardigheden zijn mij, als ik het zo bekennen mag, volstrekt onbekend. Ik wil ze kennen. Het is te dwaas dat iedere Engelsman die ik in het buitenland ontmoet in zijn houseboot gereisd heeft langs de intiemste plekjes van onze provincies. En dat ik hem blozend vertellen moet dat ik niets heb gezien van die waterdoorsneden landouwen. Siena ken ik beter dan Gouda of Doetinchem. Capri ken ik beter dan Marken, waar ik nimmer was. Michelangelo is mij vertrouwder dan Rembrandt. Toen Peres dit schreef, had hij veel door Europa gereisd en jaren in Italië en Nederlands-Indië gewoond.